Als jij goedkope Ultimate Team Coins wil van een betrouwbare website die snel levert, ga dan naar igsky.com en gebruik de code HART5 voor 5% korting. Yo mensen, ik ben Mark van Hard Dynasty en dit is Missie Mark nummer 20, is het geloof ik, mijn 501ste video. Gisteren was natuurlijk nummer 500, Missie Mark nummer 19 natuurlijk. En we gaan gewoon gelijk door, want ik speelde Divisie 4 voor degenen die de afgelopen aflevering nog niet hebben gezien. Ik besloot er weer te gaan spelen. Ik dacht van, eens kijken hoe ver we kunnen komen. Ik speelde de eerste wedstrijd gelijk, dat zullen de meeste van jullie onderhand wel weten. En ik ben iemand die gewoon gelijk iets in één video wil doen. In de zin van, als ik een cuprun doe, wil ik hem waarschijnlijk helemaal in één keer gaan laten zien. Tenzij het echt twee epische wedstrijden zijn. De finale is gewoon zo goed dat ik hem in een andere pot moet gooien. Anders heb ik toch vaak zoiets van, weet je wat, ik doe het wel in één video. En zo ook Divisie 4. Dus je heet heel Divisie 4 in deze video op die ene wedstrijd na natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan door en de heerlijke combinatie tussen Gustavo en Mkhitaryan. Als je nog twijfelt wie de beste CDM... cheap CDM van de Bundesliga is, Gustavo is je man. Ik zeg het je, die man had zoveel assists voor mij. Ik geloof dat hij er 13 heeft in 30 wedstrijden. Wat absoluut ongelooflijk is natuurlijk. Maar goed, we winnen met de 5-2. We staan op 4 punten na 2 wedstrijden. Een prima start natuurlijk. Dan moet ik tegen dit beetje random team, 84 team, geen paar spelers die totaal nergens op slaan. Thiago Silva, Courtois. Maar ja, ieder zijn ding, weet je wel. Maakt het voor mij wat makkelijker. En hier, prima combinatie. Zit Miralles vrij op rechts. Goede steekbal op Oscar. En die volleyt hem onder de keeper door voor 0-1. Dan hier een goede Berbaspin van diezelfde Oscar. Zorgt voor zijn tweede van de wedstrijd en de 0-2. Dit was natuurlijk best wel makkelijk zoals je zou verwachten. Hij bracht Suarez er vroeg in voor Di Maria en hij scoort hier ook vrij random opeens de 2-1. Dan weet je het al, ik scoor hier natuurlijk de rebound met Emmanuel Vargas. En zo steek 3-1 voor, win ik ook met 3-1. Mijn DNF is een beetje belachelijk laag, wat ik persoonlijk nergens op vind slaan. Ja, er zijn veel disconnects bij mijn potjes, maar dat is niet mijn schuld. En ik vind niet dat mijn DNF daarop gepakt moet worden. In ieder geval, ik moet tegen dit United team met alleen Rooney heel erg uit positie in de zin van ST op CM. Maar goed, behalve dat, full United team. Beetje vreemd, ik zou er nooit voor gaan op FIFA. Maar in ieder geval, goede penalty van een kaart in de dag van het doel door het midden 0-1. Maar dan kom ik hier door. Vargas geeft de bal op Remy. Even aannemen, onder controle houden en 1-1 scoren. Dan kom ik hier met Matis, kom ik de bal naar Oscar. Oscar naar Remy. Dit is een beetje een gelukkig schot, maar het is wel de 2-1. Dan hier een goede bal breed op Kevin Miralles. Geeft hem voor op de knikker van, ja hoor, leuk Remy. En dat is 3-1. Nou, Remy is heel erg goed inderdaad. Alleen Vargas stelt heel erg teleur sinds Remy meedoet. Hij is gewoon beter. En ik heb het gevoel dat sinds de patch zijn goede spelers ook echt goed. Dat is een mooi iets natuurlijk. Maar dat betekent wel dat ik een beter iemand dan Vargas zou moeten gaan halen. Maar goed, dat komt allemaal nog wel. Eerst gewoon deze wedstrijd tegen dit lastig 3v3 team. En hij komt hier ook 1-0 voor een goede slidescore van vaak. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, dus ik noem maar een slide. Van Vargas, van Navas natuurlijk. En ze staat 1-1 hier. Want ik scoor de lelijkste goal daar die ik ooit gemaakt heb. Ik weet niet hoe die bal erin ging. Ik heb medelijden met mijn tegenstander. Maar hij zat erin en dat was 1-1. Dan wordt het ook al 2-1 dus. En dan gaan we gewoon door. Want ik denk van, what the fuck gebeurt hier allemaal? 2-2 door hem in de 90ste. Terwijl mijn goal was natuurlijk. Die lelijke was inderdaad de 2-1 geloof ik. Ik weet het al niet eens meer. Maar je zag die goal van hem was een prima aanval. Dan moet ik tegen dit volle Belgische team. Beetje niet mijn opstelling. Twee centerbacks met high medium work rates. Dat gaat je gewoon kosten op een gegeven moment. En hier zo zit Sam aan de bal. Hij gaat veel te makkelijk mee met twee man. Laat Mkhitaryan helemaal bij een balrolletje om de bal op de rechtervoet te krijgen. En 1 tegen 0. Dan mislukt deze corner een beetje half. Bender heeft hier de bal. Geeft hem voor op de knik van Sam. Die bal kaatst terug. Maar dan is Luis Gustavo daar die scoort. Zijn tweede goal voor mij pas. Maar dat is totaal niet erg, want hij is met CVM. Dan is Luis Gustavo hier met de bal. Vladimir Stokker. Kom ik op 3-0 voor. En mijn tegenstander is dus van, yo, dit ga ik nooit meer goed maken tegen hem. En dan is het 3-0. En dan sta ik gewoon weer rustig op 14 punten. Maar noem ik hier tegen dit 5-2-1-2. Best wel PC, best wel goede Serie A team. Dat is natuurlijk heel lastig, Serie A teams kunnen heel goed zijn indien je weet hoe je ze moet gebruiken. En hij komt hier door, Calegon heeft hier de bal, wacht op Tevez, maakt er een, lopt hem eroverheen en een goede 1-0 van hem. Finesse dan langs mijn keeper, maar dan ben ik weer aan de beurt. Bender om met de balrol, om de verdediger heen. Mkhitaryan maakt de actie, verdediger is weg en dan scoort Mkhitaryan natuurlijk de 1-1. Dan neemt Boateng weer deze corner en de andere Boateng die mist de bal. Maar dan is Rodriguez hier met de heel-to-heel flick, geeft hem aan Bender. Althans, ik weet niet of dat de heel-to-heel was. Maar het lijkt er verdacht veel op. Dus ik zal het waarschijnlijk fout hebben. Maar ik weet niet hoe die move officieel heet. In ieder geval, ik kom hier weer door met Kevin Prince Boateng. En zijn afronde is belachelijk goed. Dus daar sta ik dus 3 in voor. Dan schiet ik op de keeper en dan krijg ik een corner. En dan stopt hij er random mee. Of hij aan het disconnect of hij stopt. Anyway, ik sta op 17 punten. En als ik deze pot tegen deze man win, dan sta ik dus als kampioen in de boeken. In ieder geval, hij heeft Mertesacker, hij heeft Balotelli. Hij heeft een best wel interessant team. Qua workrate zit het redelijk goed in elkaar, moet ik zeggen. Maar ik kom hier al vrij snel door. En ik scoor je dan ook met Lars Bender de 0 tegen 1.
Vrij makkelijke goal, niet al te veel aan de hand. En dan opeens is Theo Walcott hierdoor natuurlijk. En als je hem diep stuurt, dan ga je hem niet bijhouden. Ongeacht wat je wil proberen. Onuwa kan het ook niet. Maar dat is geen schande, want ik kom hier weer op 2 en door Kevin Miki. Nee. Ik weet niet eens of hij Kevin heet, maar ik noem hem gewoon Kevin Mkhitaryan. Maar ik krijg random de win, omdat hij na het disconnecten tijdens de 2-1. En ik krijg dus 9000 coins. Ik wil graag weten wat jullie voor verbeteringen zouden willen zien aan dit team. Ik zal proberen veel spelers te halen tijdens de market crash volgende week. En ik zie jullie later. Dank jullie voor het kijken. Like als je genoten, abonneer als je dat niet gedaan. En ik zie jullie later. Doei.